Oké, wat hebben we geleerd vandaag? Nog een basisveronderstelling. We hebben er acht, dus we hebben er nog wel wat te delen. Dus de basisveronderstelling voor vandaag is: mensen hebben alle hulpbronnen in zich. Dat vond ik ook een hele krachtige. En hulpbronnen worden hier heel breed gezien in NLP. Dus eigenlijk is het ook een beetje een insteek die bij coaching is. Als je coaching volgt, een loopbaancoach of groepscoaching of whatever, dan gaat de coach door vragen te stellen, jouw brein in gang laten schieten en nadenken om tot ontdekkingen te komen, zus of zo. Maar quasi altijd zitten die antwoorden al in je brein. Quasi altijd heb je ook al situaties gehad waarin dat je een bepaalde hulpbron gebruikt hebt en dat je daar succes mee behaald hebt. Dat is eigenlijk, dit axioma gaat ervan uit dat als je in een moeilijke situatie zit, in een bepaald conflict, en je gaat nadenken op dat moment van, oké, ik heb hier nu een conflict met mijn baas of met mijn kinderen, kunnen we nog kiezen. Als ik nu een stap achteruit zet en nadenk over bepaalde andere situaties waar dat ik, ja, niet hetzelfde conflict, maar iets gelijkaardigs ben tegengekomen en dat dat eigenlijk heel goed gelopen heeft en je begint na te denken, oké, wat heb ik toen eigenlijk gebruikt waardoor dat veel beter gelopen heeft. Bijvoorbeeld een conflict met iemand die je heel graag ziet versus een conflict met een collega waar dat je eigenlijk een normale werkrelatie mee hebt. Dan kan je nadenken van oké, in relatie tot die collega, oh, ik ben kalm gebleven en ik heb eigenlijk eerst geprobeerd mijn collega goed te begrijpen en zijn standpunt duidelijk te krijgen. En dan heb ik pas gereageerd en ik heb op die manier gereageerd. Ik ben er ook kalm gebleven, ik ben daar empathisch in aan de slag gegaan en eigenlijk ben ik van nature nogal positief ingesteld en ik heb die hulpbron ook van positivisme daarin gebruikt. En al die elementen samen zijn eigenlijk tools die je dus in handen hebt. Als je dan die tools gaat inzetten in de situatie waar je wel dat conflict kreeg, en je zegt, als ik nu in dat geval, oké, dat is een veel sterkere emotionele band, maar als ik ook rustig ga blijven, als ik ook eerst ga ten volle geïnteresseerd zijn in te proberen ontdekken wat het andere standpunt is, ja, waarom reageert hij zo en waarom zegt hij dat, en wat is eigenlijk de drijfveer waarom hij daarmee bezig is, en ik blijf klam, en ik ben ook positief van, ja, ik geloof dat we hier tot een oplossing kunnen komen, ik geloof dat hij het goed bedoelt, ik geloof dat eigenlijk alles wel gaat goed komen, ga je opeens hulpbronnen gaan gebruiken die in die vorige situatie gewerkt hebben. En je gaat zien dat je een volledig andere relatie gaat krijgen, een volledig andere situatie. En dat is dus eigenlijk, ja, een heel sterke coaching tool ook, is echt geloven dat je heel veel competenties al in jou hebt, die je in bepaalde situaties toepast en in andere nog niet gebruikt. En door gewoon er even bij stil te staan van, ja, maar ik heb daar eigenlijk wel heel veel talent in. Bijvoorbeeld veel hoogbegaafden zijn heel divergente denkers. In één situatie wordt dat heel goed geapprecieerd, hè, in een brainstorm sessie. In een andere situatie wordt dat eigenlijk, komt dat minder tot zijn recht. En kan je gaan nadenken, ja, waarom werkt dat in die één situatie? Hoe kan ik die hulpbron op een goede manier hier gebruiken om toch een meer operationeel probleem met een aantal strategieën eventjes te onderzoeken om te kijken, hoe krijgen we dit hier nu gewoon het snelst gedaan? Dus hulpbronnen die je hebt, proberen inzetten in andere situaties, is eigenlijk een hele sterke. Dus ik zou zeggen, die hulpbronnen, ik denk sowieso, dat is een basis, zeker als je zo wat vastzit, professioneel, is een waar dat we blind voor zijn. Ik geef dat nu zelf ook, ontdek dat nu zelf ook, dus sinds mijn ontslag bij Liantis, ondertussen al een tijd geleden, één, heb ik ondertussen wel de ruimte gepakt voor even door de rouw te gaan. Dus emoties zijn heel belangrijk in zo'n situatie. Maar twee, er zijn veel interne hulpbronnen en competenties, capaciteiten, waar dat ik zelf geleidelijk aan meer en meer ben over beginnen twijfelen. Als ik nu kijk in de verschillende sollicitatie-interviews die ik al gedaan heb, dat eigenlijk degene die me interviewt al veel meer competenties in mij ontdekt dan dat ik zelf nog zag. Dus onlangs had ik bijvoorbeeld een interview voor naar een eventuele agile coach opdracht te gaan, los van het feit of dat we die richting nu uitgaan of niet.
Maar in het gesprek dacht ik eerst van ja, die coachingcapaciteiten zo echt, oh, dat is eigenlijk niet mijn kern. Mijn kern is dat creatieve productontwikkeling. Maar hoe meer dat we in het gesprek onderwerpen aanreikten waarop dat je dan reageerde van ja, ik doe dat dan zo en ik doe dat dan zo, had ik eigenlijk enorm veel coachingcapaciteiten nog extra die ik zelf eigenlijk vrij hard aan het minimaliseren was. En dat is hetgeen wat dan een coach jou heel goed in kan helpen. Als je zo een beetje in een twijfelsituatie zit, loopbaangewijs, kan een loopbaancoach daar zeker in helpen. En daar is voor alle duidelijkheid bij GrowMeCoach, waarom zijn we ooit loopbaancoaching opgestart, is omdat een hoogbehaafde, een snelle denker, heel rap een coach doorziet en vastloopt als er op een bepaalde manier stapjes gedaan worden. Dat divergent denken speelt ook heel fel in ons nadeel als we ons eigen beginnen weg te argumenteren waarom dat we iets toch niet goed kunnen. En dan kan die helpen. Ook in het groepstraject is dat eigenlijk ook door elkaar de blinde vlekken zichtbaar te maken en door die connectie te leggen en dan bij elkaar echt wel te ontdekken als snelle denkers dat dat toch wel nog net een andere kijk op de dingen heeft. Ga je zorgen dat je echt in dat leerproces en dat je heel veel hulpbronnen herontdekt bij jezelf door iemand anders te gaan helpen, door over een ander probleem te gaan nadenken. Dus die hulpbronnen, we hebben er heel veel in ons. En we hebben van nature de neiging, en dat zie ik bij heel veel van onze klanten ook, de imposter syndrome. Eigenlijk, in heel veel gevallen hebben we veel meer capaciteiten dan de andere personen in de ruimte. Niet kwaad bedoeld, maar gewoon. Maar we cijferen ons eigen zo hard weg van, ja, maar zo goed kan ik dat ook niet. Omdat we gewoon beseffen hoeveel we nog, hoe meer dat je weet, hoe meer dat je beseft, hoeveel dat je nog niet weet. We cijferen ons eigenlijk weg, terwijl de andere mensen met heel veel fierheid en terecht ook de capaciteiten die ze al vergaard hebben, de competenties die ze al hebben, nog extra in de verf gaan zetten. We hebben de neiging om dat verf, die verf daar wat af te schrapen, wat niet goed is, want zo ontneemde ook de anderen de kans om die capaciteiten van jou mee te gaan inzetten en nog een sterker verhaal te kunnen neerzetten. Dus ik zou zeggen, denk vandaag een keer goed na bij uw eerstvolgende uitdaging die je hebt, waarvan dat je hoofd zegt, ah nee, dat kan ik niet, en begint in u van alles op te jagen. Probeer terug te flitsen en zoek naar een situatie die er een beetje op trekt, hoeft niet helemaal hetzelfde te zijn, maar wat dat je bepaalt, die wel goed gelopen heeft. En welke hulpbronnen bij jezelf heb je dan aangeroepen om dat tot een goed einde te brengen. En probeer dat dan ook toe te passen op de situatie waar je vandaag in zit. Veel succes!